Als er een wedstrijd zou worden uitgeschreven voor de meest mysterieuze persoon, zou Kim Jong-un de duidelijke winnaar zijn. Misschien is er geen figuur in de wereld die omgeven is door meer geheimen en mythen. Toen hij werd aangekondigd als de opvolger van Kim Jong-il, wist niemand de exacte leeftijd van de nieuwe leider of enig ander feit uit zijn biografie. Laat staan zijn politieke standpunten en plannen om het land te leiden. Alles was gehuld in geheimzinnigheid. Vandaag gaan we het op Iceberg Channel hebben over de meest mysterieuze dictator in de geschiedenis, Kim Jong-un. Kim Jong-un is afgestudeerd aan een internationale school in Bern, Zwitserland. Hij bezocht de school samen met zijn broer Kim Jong-chol en zus Kim Yo-jong. Ze studeerden daar onder het mom van kinderen van Noord-Koreaanse diplomaten. Volgens Zuid-Koreaanse media verlieten de kinderen van Kim Jong-il, afgezien van school, Nauwelijks het huis om niet beïnvloed te worden door het kapitalisme. Begin jaren 2000 keerde hij terug naar Noord-Korea, waar hij zijn opleiding voortzette aan de Kim Il-sung Universiteit en de Kim Il-sung Militaire Academie in Pyongyang. In 2006 studeerde hij af aan de universiteit. De diploma-uitreiking vond plaats op 24 december. Na de dood van Kim Jong-il op 17 december 2011 werd Kim Jong uitgeroepen tot de grote opvolger van zijn vader's zaak. Nadat hij op 27-jarige leeftijd de controle over heel Noord-Korea had overgenomen, bouwde de jonge heerser al snel een persoonlijkheidscultus om zich heen, gebruikmakend van mythes over de goddelijke oorsprong van de Kim-dynastie. Hij slaagde er ook in om de opvatting te bestendigen dat zijn heerschappij de voorzienigheid van de hemel was. Kim Jong-un executeerde zelfs zijn eigen oom omdat die met hem concurreerde. In de paar jaar van zijn bewind is hij erin geslaagd om Noord-Korea op het internationale toneel te brengen, maar niet in een goed daglicht. Het land, dat tot voor kort door de wereldgemeenschap belachelijk werd gemaakt, is een wereldwijde bedreiging geworden. Kim Jong-un is erin geslaagd om de chemische en nucleaire wapenindustrie in korte tijd naar een heel nieuw niveau te tillen. Geen enkele Noord-Koreaanse heerser is er tot nu toe in geslaagd om een Amerikaanse leider voor zich aan de onderhandelingstafel te krijgen en het land uit zijn isolement te halen, maar Kim Jong-un heeft dat ook bereikt door Trump te ontmoeten. Op de honderdste verjaardag van het bestaan van Noord-Korea verklaarde Kim dat de dagen dat iets de staat kon bedreigen voorgoed voorbij waren. De actieve ontwikkeling en het testen van kernwapens begon in 2012, evenals gespannen relaties met andere landen. Kim's vader nog grootvader waren bijzonder goedhartig, maar de troonopvolger voerde zulke wetten en executies in dat hij al zijn voorouders in de schaduw stelde. De talloze toeristen uit westerse landen die tien tot vijftien jaar gevangenisstraf kregen voor het maken van foto's van de bezienswaardigheden komen onmiddellijk in gedachte. Het is onmogelijk om de wet op het straffen van drie generaties niet te noemen, volgens welke alle familieleden van de misdadiger tot grootouders toe, gestraft worden. In de Democratische Volksrepubliek Korea worden periodiek verkiezingen gehouden waarvoor de opkomst strikt verplicht is. Elke keer krijgt Kim Jong-un 100% van de stemmen omdat er geen andere kandidaten zijn. Het is moeilijk te zeggen of hij op deze manier zijn ego probeert te strelen of gewoon de loyaliteit van zijn volk test. De strategische koers van de DVK onder Kim Jong-un was de ontwikkeling van de economie parallel met de versterking van het kernwapenarsenaal. Het land begon met gematigde economische hervormingen, invoering van familiecontracten in de landbouw, uitbreiding van de rechten van directeuren van ondernemingen en zette de intensieve ontwikkeling van het nucleaire raketprogramma voort. In de beginjaren besteedde de Noord-Koreaanse leider weinig aandacht aan buitenlands beleid. Dit veranderde echter met de komst van Amerikaanse raketafweersystemen in Zuid-Korea. Onderhandelingen met Amerikaanse diplomaten konden de situatie echter oplossen. Ondanks de grote belangstelling voor het persoonlijke leven van Kim Jong-un en zijn naaste familie, is er niet veel bekend over de familie van de leider van de DVK. Kim Jong-un is getrouwd met Lee Sol-Yu. Onder haar kreeg Noord-Korea voor het eerst in de geschiedenis een volwaardige First Lady, die haar man regelmatig vergezeld naar verschillende evenementen, terwijl de vader en grootvader van de huidige leider hun vrouwen niet aan het publiek lieten zien. Lee Seo-yo werd op 28 september 1989 geboren in de havenstad Gyeongin, maar groeide op in Pyongyang. Volgens sommige informatie zijn haar ouders universiteitsprofessoren. Zelf studeerde ze aan de universiteit aan de faculteit muziek en dans en begon daarna op te treden in het ensemble Eunhasu. Volgens de populairste versie trouwde het jonge stel in 2012. In hetzelfde jaar dat Kim Jong-un voor het eerst samen met zijn vrouw in het openbaar verscheen. Wist Lee zelfs de westerse media snel voor zich te winnen. Iedereen merkte haar goede smaak en ontspannen houding op. Ze aarzelt niet om haar man in het openbaar onder de arm te nemen en weet anderen gemakkelijk te charmeren. Degenen die persoonlijk met haar hebben gesproken, zeggen dat ze een attente gesprekspartner is met een groot gevoel voor humor. Het stel heeft een dochter, Kim Yo-e, die in de lokale pers bekend staat onder de titels Noble Child and Favorite Daughter. Kim Jong-un hield haar in november 2022 niet langer verborgen voor nieuwsgierige ogen. Sindsdien verschijnt het meisje regelmatig met haar vader in het openbaar en dus ook op de pagina's van wereldpublicaties. Het kind verschijnt echter vooral bij puur militaire evenementen voor de camera's, dan bij de lancering van een intercontinentale ballistische raket, dan bij de inspectie van de opslagplaatsen van dezelfde raketten met haar vader, dan bij een ontmoeting met generaals, dan bij een militaire parade. Volgens mediaberichten krijgt Kim Jong-un mogelijk nog twee kinderen.